Na de capitulatie van Japan bleef Indië nog enige tijd onder controle van het Japanse leger. Patrouilles in de straten van Batavia voordat de geallieerden de macht overnemen. Manschappen van de Koninklijke Nederlandse en Engelse marine landen in Tanjung Priok om voor de evacuatie van vrouwen en kinderen uit de kampen zorg te dragen. De gespannen toestanden vragen een onafgebroken waakzaamheid en controle. Bijna 3500 Europese vrouwen en kinderen zijn gedurende de bezetting in het kamp Makassar bij Batavia gevangen gehouden. De toestanden in het kamp waren evenals elders ontzettend slecht. Het voedsel was schaars en het werk zwaar. De bevrijding wordt dan ook in dit kamp met groot enthousiasme begroet. Per auto worden de ex-gevangenen naar de kust gebracht, waar ze aan boord gaan van Nederlandse en Engelse schepen die hen naar het vaderland of naar Australië brengen. Aan boord zorgt de bemanning dat vooral de jeugd de nodige afleiding heeft.